We hebben een kliniek opgebouwd met een heel belangrijke echte partner. De klankbordgroep van patiënten. Zij hebben zich gevraagd en nog veel vaker ongevraagd met heel veel bemoeid. Hun adviezen over interieur, de inrichting van de tuin, het kleurgebruik, de keuze van het meubilair, de inrichting van de psychiatrische intensive care unit, u zag het, de uitstraling die de hal moet hebben, zijn vaak overgenomen. Dat er een medium care high care afdeling is en dat die georganiseerd is op deze wijze, heeft linea recta te maken met de inzet van de klankbordgroep patiënten. Dat was een van de redenen waarom we deze kliniek hebben gebouwd. Om in twee vleugels van deze kliniek op de benedenverdieping een voorziening te bieden die uniek is en die een mogelijkheid biedt voor mensen met autisme die in een crisis zijn, die in een moeilijke situatie zitten, om in een rustige omgeving en met deskundig personeel snel weer te stabiliseren. De regie weer te krijgen. Want dat is het doel van onze behandeling. Mensen zo snel mogelijk zelf weer de regie te laten nemen. En daarbij is het van belang om te blijven inzetten op de integratie in allerlei maatschappelijke activiteiten. Het zou mooi zijn als er voor deze doelgroep nog meer mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding en ook betaald werk kunnen komen. Deventer kent heel veel maatschappelijk betrokken ondernemers. En ik nodig een dag ook hun uit om waar mogelijk ook hieraan aan die wens een bijdrage te leveren. Ik heb mijn eigen kleur, ik heb mijn eigen verlangen, ik heb mijn eigen kleur. En dat mag ik niet zien. Ik heb mijn eigen kleur, ik heb mijn eigen verlangen, ik heb mijn eigen kleur. En dat mag ik niet zien. Vliegenbaan. Ik sla mijn vleugels uit, nooit mijn vleugel al was het bij mij niet. Het werkt eigenlijk niet en soms duurt het lang. Soms moet je bouwen aan iets en duurt het 15 jaar, maar is het resultaat daarom was het al die tijd raar. Check, check, doe het, check, agenda. Zoek een boot van pak in de boot van als het komt, kom ik een dag naar. Van passie naar kwaliteit, van kwaliteit naar leven, van leven naar loslaten, ook de steeds weer goed. Het gebouw is een start, het is geen eindpunt. En juist nu is er ook een enorme verantwoordelijkheid om ook echt iets betekenisvol te gaan aanbieden aan de mensen met autisme. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik weet dat er binnen Roy & Wing mensen werken met een geweldig hart voor mensen met autisme. Ja, ik ben ontzettend vrolijk gestemd. Ik vind dit een fantastische dag voor iedereen in Nederland met autisme. Eigenlijk voor iedereen in Europa met autisme. Dat is zo. Nog één verder, nog één verder. Vliegen maar.